Nou, mooi plekje hier. Ja, op zich heel erg mooi als je die kant op kijkt. Maar als we die kant op lopen, dan zie je dat het echt niet zo mooi meer is. Nou ja, je ziet het. Dit was eigenlijk een heel leuk huis vroeger. Maar ja, het is ondertussen echt een bouwval geworden. En hier is er nog één. En deze vervallen huizen trekken problemen aan, ervaart Mireille, die tegenover het braakliggende terrein woont. Van de zomer hebben we hier twee bootjes lagen er hier. En er werd drugs gedeeld. En er werd gesloopt in de huizen om het oud ijzer eruit te halen. Twee weken terug was er hier, waren er kinderen die waren aan het brandstichten. En ja, het is natuurlijk interessant voor de jeugd. Je kan er van alles doen. Maar ja, niet echt voor ons leuk als buurtbewoners. En daarom moet er na jaren van leegstand eindelijk eens wat gebeuren met het terrein aan de Amstel, vindt de buurt. Een projectontwikkelaar heeft de grond in handen en wil er appartementen neerzetten. Zolang er dan niet al te hoog gebouwd wordt, zijn wij er zelf persoonlijk tevreden mee. Maar zo denkt niet iedereen erover. Sommige buurtbewoners zien hier liever geen appartementencomplex met 20 woningen verrijzen. En ze vrezen voor parkeeroverlast. Ze liggen dwars. En zo blijft het hier zoals het is. Maar er is beweging. De gemeenteraad in de Ronde Venen beslist begin volgend jaar of de projectontwikkelaar aan de slag kan. Blij dat er nu eindelijk wat gaat gebeuren? Ik bedoel, na al die jaren? Ja, heel blij. Maar eerst zien, dan geloven.